En niet voor niks hebben wij gevraagd aan Radio Contact om met zoveel mogelijk mensen hier naartoe te komen. Want die willen we toch heel even in het bijzonder bedanken voor hun geweldige inspanningen. Die zij met, ik geloof wel 60 vrijwilligers of zo, doen. Om Laarbeek ook als geografische, maar ook maatschappelijke eenheid een plek te geven. Tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst van de gemeente Laarbeek ontvangt Radio Contact de hoge onderscheiding ereblijk van de gemeente Laarbeek. Voor het eerst in de geschiedenis werd het beeldje Bolster samen met de bijbehorende oorkonde uitgereikt. En zo hebben we gemeend om met unanieme steun van de gemeenteraad voor de eerste keer in de geschiedenis van de gemeente Laarbeek aan Radio Contact toe te kennen het Laarbeekse ereblijk. En dat is een hele hoge onderscheiding die wij nu dus voor de allereerste keer uitreiken. En ik wens ons toe dat jullie dat nog heel lang volhouden. Burgemeester Gillissen overhandigde het eerste exemplaar aan omroepvoorzitter Ronnie Thijssen in het bijzijn van alle medewerkers van de omroep. Ik denk dat alle mensen van Radio Contact, het zijn er tientallen, een stuk of 60 als ik het goed heb, Ronnie, die zich inspannen en eigenlijk allemaal liefdewerk oud papier, die dat gewoon op een geweldig professionele manier en een geweldig bevlogen manier doen. Dat zijn de mensen die de kurk vormen waar de samenleving op drijft. En nogmaals, heel veel succes en van harte geluk gewenst daarmee. Met onderscheiding dankt de gemeente de vrijwilligers van de omroep voor hun inzet en het uitdragen van de naam Laarbeek.